Hallo jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video van Joel Wolf. Vandaag gaan we een verstoppertje doen. We zijn trouwens matching, een beetje onze kleuren. En wij gaan vandaag een verstoppertje doen. Iedereen gaat filmen, dus we plakken het allemaal aan elkaar. En dan zien we jullie zo. Yay. Oké, we gaan eerst bepalen wie er als eerst gaat. Steepje, schaar gewoon met z'n drieën. Ja, dat is goed. Bruh. Lekker, ik hoef niet. Jullie tegen elkaar. Wel in het beeld, Nee, wacht. Maar die staat niet op beeld. Prima. Nee! Deze man gaat als eerst en dan zien we jullie zo. Oké, jongens, we gaan nu verstoppen. En 3, 2, 1. Oké, jongens, we zijn nu begonnen met verstoppen. Zie je? Zolder. Completely leeg. Maar we gaan kijken. Want ik heb wel een idee dat Daan bijvoorbeeld niet echt een goede verstopplek gaat hebben. Oké, mensen. Kijk, hierachter zie je Daan. Die is op dit moment aan het filmen. Ik ga dat niet helemaal doen. Ik ga iets doen. Vraag me af waar ik ga. Ik zit dus nu hier. Het is best wel donker eigenlijk. Je ziet me bijna niet. Maar ik zit dus in een gangkast. Ik weet niet of je me hoort, maar ik moet heel stil zijn. Oké, mensen, ik ga deze hoek. Kijk. Oké, jongens, we zijn begonnen met de tocht. Kijk, we zijn eerst beneden. We gaan kijken of er verschillende verstopplekken zijn. Iemand erachter of zo. Nope. Dus dat is Ik denk niet dat we zulke makkelijke verstopplekken gaan doen. Voor mij. Dus dan moet ik. Nee. Is iemand nee, hè? Oké, dat niet. Nee. Nou, ik denk niet dat hij er niet is. Nee. Serieus? Wacht, wat? Nee! Ai! Nou, ik denk niet dat hier iemand is. Nee. Serieus? Wacht, wat? Nee! Ai! Af. Hey, nu wat hebben we? En? Wat vond je? Snel was dit of niet? Snel, ja. Ja, snel. Een kleine ruimte. Yeah. Bram is gevonden. Ik moet zeker die gangkast deur openhouden. Kijk, anders gaat hij. Jongens, ik weet dus, hij heeft een hint gegeven. Hij zegt aan deze kant. Dus dan weet ik het al. Jij hebt hem sowieso geholpen hiermee, hè? Ja, ik dacht al. Oh, ik moest de hele tijd dit openhouden. Dit bedoel ik. Ja, dat is wel echt stom. Kijk. Ik dacht al. Oh, ik moest de hele tijd dit openhouden. Dit hier zo dicht bedoel ik. Ja, dat is wel echt stom. Kijk. Ik kon niet dicht doen of zo. Dus ja. Hey, maar serieus, ik wist echt niet dat je hier. Dat denk ik even buiten doen, denk ik. Oké, we gaan nu naar buiten. Het regent niet zo erg, dus we gaan nu naar buiten. Oké, Daan. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We zijn nu op de vlucht. Ja, gaan we dat doen? Maar kom wel onder een afdakje, want... Oké, ik ben nu de zoeker. En hoe gaan wij... Ik ga ze proberen te vinden. Bram is nu de zoeker. En misschien... Ik denk dat ik even met Joël mee ga. Want, maar kom wel onder een afdakje, want... Zowel onder een afdakje, dus ik denk dat we even naar Milo moeten, ergens daar. Onder een afdakje. Kijk, als je het goed kan zien. We staan onder een afdakje. Als het regent, zie je. Het regent wel. Als je op dit hekje een beetje kan zien.
Oké, jongens, we gaan hier even in de hoek kijken. Hier zit waarschijnlijk iemand. Nee. Oké, we gaan even door. Daar loopt wel een jongetje. En Fred, ik weet niet of jullie dat ook zien. Maar ik ga daar naartoe. De boys zijn binnen. Ik wil stil zijn. Misschien zijn ze hier. Guys, ik denk dat ze hier ergens op het grasveld zijn. Hier ergens hebben we gewoon moeten. Hè? Boys, ik heb heel het veld opgezocht. Ik ben nu weer terug bij het begin. Ik weet niet waar ze zijn. Oké, boys, ik heb gevraagd om een tip. En de tip was, de doelen zijn zwart. En ik ben op weg net langs het veld gelopen. En daar waren de doelen zwart. Dus ik kan ze nu elk moment tegenkomen. Want ze kwamen van vieren dan. Hier zijn die zwarte doeltjes. Ze zullen hier dus ergens zitten. We kunnen hier achter bij het bosje. Het kan ook zijn dat ze helemaal daar naartoe gerend zijn. Of dat ze daar nog zitten. Ik snap het niet. We zijn nu al een eind verder. Maar het is best koud eigenlijk. Oké, wat gaan we doen? Dus we gaan even kijken. Eén en ik. Nee, dat is echt gewoon niet voor mij gemaakt. Dat is niet een combo, hè? Nee, het is niet een combo. Oké, jongens, we zijn nu in het steegje. Okay. En hij komt er nog niet aan, hij zit te appen. Kom op, we zijn helemaal nat. Oké, boys, ik heb een tactiek. Ik denk dat ik maar gewoon een beetje hier blijf. Dan moet ze op een gegeven moment komen. Oké, ze zijn op dit moment bij het huis van de jongetjesklas. Ik weet precies waar ze zijn. Dus, maar ik ga niet proberen naar ze toe te komen. Ik betekent dus dat ze daar om de hoek ergens zijn. Ze zouden daar vandaan kunnen komen. Ze zouden ook daar vandaan kunnen komen. Dan moeten ze wel helemaal omlopen. Dus ik zie nu dat ze in het straatje erachter lopen. Dus dat ga ik gokken. Die boys zijn ook daar. Ze zijn ook daar. Het is niet zo makkelijk achter een paal. Ik heb geen conditie, let maar op. Jawel, heb ik. Hoppakee. Nu ik en Daan daar. Vonden. Daan is denk ik nog steeds op de vlucht. Maar ja. Kom op. Ik ben daar net een hoekje om. Ik weet niet wat hij gaat doen. Ik hoop dat ik ga via de weg rennen. Oké, jongens, het regent hard, dus zijn we naar binnen gaan. We hebben even nieuwe kleren gedaan. Oh, ja, want zijn allemaal kleren. Misschien. We doen binnen nog even één potje. En weer binnen. Ik denk dat ik nog alleen de verstopper ben. En ja. Ja, dus dan gaan we binnen doen, want we waren net echt kletsnat. Echt niet normaal. 4, 3, 2, 1, ik kom! Oké, waar zouden ze zitten? De deur. Ik draai me even om. Oké, jongens, we zitten nu nog verstoppen. Ik zit nu te verstoppen. Achter een deur. Even serieus, maar hoe dan? Je wist het, hè? Nee, ik wist het niet. Wel, je wist het wel. Joël is gevonden, Joël. Hij gaat naar boven. Joël is trouwens al gevonden, zoals jullie net zagen. Ik geef een hint. Waar zou die dan zitten? Ik kan hem echt niet vinden. Wat? Wat een kutplek, man. Ja, en dat was het dan. Ik heb hem gevonden. Oké. Oké, het was niet te zoeken. Ik ga naar beneden toe. Ik ga naar boven toe.
Oké, jongens, ik ga naar beneden toe. Ik ga naar boven toe. Ik zit nu in de wc. Ja, kijk maar. Hier zo. En kijk. Oh, het is best wel donker. Maar ja, ik kan er wel mee leven. Zij. Hallo. Wacht. Ja. Hallo. Wat? Nee, maar. Wat? Wacht, stop met filmen. Weggevonden. Ja. Dus. Gaat u nu zijn? Oké, mensen. Ik ga proberen ze echt heel snel te vinden. Ik ga alles heel snel checken, want Joël eigenlijk net deed. Maar Joël pakt er geen reet van. Ik wel. En nu naar Daan. En nu naar mij, ik mag niet. Oké. Wat ik net zei, we gaan alles snel checken. Dus eerst hier. Daar ben ik. Hier niks, achter de deur niks. Nee, hier zit niemand. Dat snap ik niet. Hier, de opnameskamer, hier niks. Hier niks. Hier niks. Ook niks. Kamers. Nou, hier niks, dat weet ik al. Of zit er achter nog? Daan zou hier tussen passen. Nee. Bovenaan. Oké, ik ben nu boven. Hier zit je wel dus de hele tijd. Hij zit er. Oké. Nou moet je zo checken. Nou, hier heb ik net al allemaal gecheckt. Ja, hij gaat ook niet beneden zitten. Ja, kan wel. Eén keer hier checken, hier niks. Nope. Zou ik ook mee helpen? Want hier zit hij niet. Ik denk toch wel beneden. Hij zou misschien verschoven zijn. Ik denk toch wel beneden. Hij is niet onder het bed gaan liggen. Dus ik denk beneden. Ik heb daar nog een keer. Ja, maar ik vraag hem af. Maar hij kan ook naar de badkamer zijn gegaan. Nee. Ja, trouwens. Ja, dat kan. Ja, of je bent zo'n smerige smeerlap en jij bent hier. Heb jij dat niet goed gecheckt? Ja! Oké, dit was dan het einde van de video. Yes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We zijn buiten geweest. Eén bosje maar. En, heel erg nat. 5 bosjes binnen. Ja. En dan zeggen we natuurlijk weer later. En volg je wel ook even op TikTok.